Zo, goedemiddag allemaal. Heel raar om hier te zijn op zo'n toch wel moment dat iedereen naar binnen moet en bezig is met heel veel andere dingen. Daarom vonden wij het juist mooi om eventjes je hersens op nul te zetten. En we gaan vandaag lekker koken met hele mooie dingen. Heel simpel, maar wel een heel feestelijk en mooi vrolijk gerecht vooral. We hebben ons chatteam hier zitten. Mochten jullie vragen hebben over een gerecht, dan kunnen jullie hem stellen. En als het een mooie vraag is, zal ik proberen hem gelijk te beantwoorden. En anders wordt hij via de tekst wordt hij gewoon beantwoord. Ik zal de ingrediënten laten zien. Een mooie avocado. Rijpe avocado. Is die wat steviger, is het niet erg. Vooral voor dit gerecht niet erg. Want je kunt hem wat langer grillen, waardoor hij wat zachter wordt. Radijsjes hebben we. Ik heb wat zeezout. Ik heb wat kres. Je kressonet, die kun je heel mooi nu met deze dagen in je raamkozijn kweken natuurlijk. Want ik had wat peterselie of koriander opgeschreven in het recept. Maar ja, het schap was leeg. Dus ik moest even een alternatief pakken. Maar dat is het mooie van dit gerechtje. Ik heb broccoli. En daarbij zie je gelijk het verschil eigenlijk. Ik heb de broccoli voorbereid. Ik heb deze 1 minuut in het kokende water en direct in het koude water gedaan. Want ik wil dat die mooi rauw blijft. Ik laat zo meteen zien waarom. Ik heb wat mayonaise, verse gember, limoen. Pepertje, kipfilet, appeltje en wat witbrood. Zoals ik al had aangegeven, hebben we de Big Green Egg op 190 graden staan. Ik heb hem indirect met de cast iron grid. Het gietijzer, dat is nou juist zo mooi, ik doe hem dicht, anders loopt de temperatuur omhoog. Het gietijzer gebruik ik juist indirect dit keer om te grillen. Normaal gesproken grill je eigenlijk direct op het houtskool met je gietijzer. En indirect ga je eigenlijk met RVS. Ik doe dat nu met gietijzer, omdat ik op wat lagere temperatuur 190 graden ga grillen. Wat inhoudt dat het gietijzer houdt zijn temperatuur vast. En daardoor kan ik langer grillen zonder dat mijn product verbrandt. Zou ik de avocado op roestvrijstaal direct grillen, dan is die eigenlijk zwart, voordat je het weet. Doe ik hem indirect grillen, kan ik hem langer grillen. Dus ik krijg mooi die aroma's in die avocado. En op die manier zal die niet verbranden. Vandaar indirect grillen dit keer. Wat gaan we doen? We gaan de avocado grillen. Avocado's halveer ik. Ik snij hem in op de graad. Kijk uit voor je handen. Draai hem rond. En dan kun je eigenlijk heel simpel de pit eruit draaien. En dan krijg je mooi 2 halve avocado's. Die gaan we zo grillen. De broccoli. Die ga ik snijden. Ik heb deze dus, wat ik al zei, kort geblancheerd. Blancheren is gewoon heel even in kokend water en daarna in koud water. Kan ook eventjes, als je thuis een koeker hebt, hou hem heel even onder de koeker. Heel simpel. En ik gebruik eigenlijk alleen de roosjes. En omdat hij dus heel kort eigenlijk is geblancheerd, is hij mooi krokant en knisperend. En dat hebben we nodig om die salade te maken zo. Dan hoor ik jullie denken, wat gaat hij met die steel doen? Nou, die gaan we gebruiken natuurlijk. Het is juist lekker. Ik ga de steel eventjes de schil eraf halen. Eventjes de steeltjes hierbij snijden. Schil ik de steel. Als je het niet wil, snij hem gewoon even een klein beetje bij. En dan gebruiken we ook de steel. Er zit natuurlijk heel veel smaak en vitamines in de steel. Deze gaan we ook zo grillen. Ik leg hem hier vast in een bakje met wat olijfolie. Dan leg ik ook de avocado's in. Een klein beetje olie erbij. Zo. Deze zet ik even aan de kant. In de tuin, hè? Dus dan volgend jaar doet hier broccoli waarschijnlijk. Oké, ik heb wat brood. Die gaan we ook grillen. Gewoon een witte casino.
Ik rol hem even uit met een deegroller. Kan ook met een mooie rustiek kaars of een rol plastic folie of aluminiumfolie. Ik rol hem uit omdat ik hem dun wil hebben. Omdat ik hem ook ga grillen en ik wil hem krokant hebben. Dus deze is mooi dun. Kipfiletje. Een beetje olie erop. En ik heb het gietijzeren rooster. Heb ik al schoongemaakt, dus ik heb hem goed verwarmd. En uiteindelijk met wat olijfolie, vlak voor het grillen, wrijf ik hem nog heel eventjes in. Zodat het ijzer eigenlijk mooi verzadigd is. En je ziet dat hij mooi warm is. Dan gaan we de avocados erop leggen. En de kipfilet. En de steeltjes van de broccoli. En dan sluiten we het ei. Het brood halen door de olie heen. Omdat we fijn hebben geduwd eigenlijk, zit de olie alleen aan de buitenkant. Dan zuigt het broodje niet helemaal vol. Nou is het wel een hele lekkere olie, dus het is geen straf natuurlijk. En deze gaan we ook grillen. Even voorzichtig open doen. En dan zie je eigenlijk op deze manier dat er niks gebeurt. Dan zou ik dat gewoon direct doen, dan zou die al verbrand zijn. En nu kunnen we eigenlijk heel rustig grillen. Ruimte maken voor brood. Chef. Ja. Ik krijg de vraag of het misschien iets rustiger kan. Dat ga ik doen. Ik ben gewend om heel snel te werken. We gaan even wat rustiger aan. Er zijn natuurlijk misschien wat mensen die proberen mee te koken. Ik denk dat het handig is om gewoon wat notities te maken. Want ja, we gaan snel. Ik wil ook niet dat het filmpje iets te lang gaat duren. Dus maak wat notities. Kijk het daarna nog even terug. We gaan de video ook weer online zetten. Zodat jullie rustig terug kunnen kijken. En ik zal proberen om het iets rustiger te doen. Valt niet mee, hè? We gaan de appel. Gaan we schillen. Ik heb daar een mooie frisse appel voor. Stond het recept volgens mij Jonagold. Maar een L-Star kan natuurlijk ook prima. Vooral lekker een frisse appel. Niet te zuur. Die gaan we schillen. En die appel die gaan we zo mengen met de broccoli. En je ziet eigenlijk dat we nu best wel even bezig zijn. En dat het hier eigenlijk gewoon rustig aan doorgaat. Niks aan de hand. Hij kan mooi die smaak opnemen. Het brood ook. Kijk, je ziet zelfs Big Green Egg erin staan. Hoe mooi is het? Mooi gegrild. Even een kwartslag draaien. Doen we ook met broccoli stelen. En op deze manier zie je, kijk de kip. Mooi goudgeel zie je. Doen we ook even een kwartslag draaien. Doordat je eigenlijk op deze manier heel rustig grilt, zie je dat je bijna alles tegelijk op één ei kunt doen. Dus op deze manier kun je gewoon heel makkelijk gewoon je volledige gerecht voorbereiden. Schillen niet in de tuin gooien, dat gaat niet werken, denk ik. We snijden hele fijne blokjes. Brunoise noemen we dat. En omdat we gelijk gaan mengen, hoeven we niet met citroensap of iets dergelijks te werken. De appel ook niet in het water. Krijgt te veel vocht in je salade. En dan gaan we mooie reepjes snijden. En de reepjes gaan we weer in blokjes snijden. Dus de julienne noemen we dat. Snijden in blokjes, de brunoise. Mooie kleine blokjes. Dat zich lekker mengt met de salade. Zo.
zou de appel ook kunnen raspen, maar je moet wel uitkijken dat je niet te veel vocht eigenlijk krijgt. Dus op deze manier is het wel fijn om hem even te snijden. Er zijn de stukjes wat grover, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Zo. Appel gaat bij de broccoli. Dan doe ik vast 2 lepeltjes mayonaise erheen. Heel klein beetje sap van limoen. De frisheid. Ondertussen draai ik mijn brood eventjes om. De avocado's draai ik nog even een kwart slag. Het kippetje draai ik om. De steeltjes. Je ruikt de broccoli. Het is jammer dat we geen geur over kunnen brengen, maar de mensen die meedoen, die moeten dit ruiken. Brood haal ik eraf. Je ziet dat deze mooi krokant is. Dat is de bedoeling. Deze ook. Mooie ruitstreep. Prima. Avocados zijn mooi stevig, dus je laat het nog even erop liggen. Dat ze mooi een smaak op kunnen nemen. Dan gaan we een klein stukje verse gember door de salade doen. Verse gember, dat geeft gewoon een mooie frisse smaak, maar ook een klein pitje. En als mensen van zoet houden, zou je eventueel een klein beetje gembersiroop kunnen gebruiken. En je hebt ook, zeg maar, als je nog wat van je bestelling van de week over hebt, van de sushi of iets anders wat is binnengekomen, zie je ook die geconfijte gember van de Japanner. Die is super lekker ook erdoorheen, dus die kun je ook gebruiken. Het is ook heel lekker fris. Ik gebruik nu wat verse gember, die zijn we even goed fijn. Kun je ook raspen eventueel. Dan ik door de salade heen. Klein beetje pit gaan geven. Niet te veel. Tenzij je van pittig houdt natuurlijk. Eventjes wrijven, pitje eruit. Ik vind dit genoeg, maar voor de echte bikkels kun je natuurlijk wel iets meer gebruiken, maar dit is pittig genoeg voor mij. Kijk, dat is het lekkere van in de tuin. Je kunt het zo van je plank afvegen. Oké, eens even kijken. We zien dat de broccoli mooi is. Die gaan we eraf halen. Die leg ik bij het brood. Kipfilet heeft nog even nodig. Ik heb een thermometer tussen mijn duim en mijn wijsvinger, maar uiteraard kun je dat gewoon met een thermometer doen. En als je de kipfilet zo tussen de 65 en 68 graden is, is genoeg. Kijk, je ziet dat het nou mooi gegrild is en ook mooi zijn smaak krijgt en niet verbrand. Nou, direct lukt dat gewoon niet, dan is hij gewoon verbrand. Deze halen we eraf. Gaan we gebruiken voor de salade. De kip heeft nog even nodig. Dan gaan we de avocados leeg halen. Deze moeten we bewaren, die hebben we nodig. Dan gaan we zo de salade in doen. Zo, die hebben we ook hier. Ik zou normaal het appeltje opgegeten hebben, maar met volle mond wordt het lastig. We gaan de avocado even in wat grove stukken snijden. Omdat we gaan mengen en hij is mooi rijp, dan zal hij zich goed vermengen met de rest van de garnituren. Deze kun je natuurlijk goed voorbereiden en als je met het gezin aan tafel gaat, kun je het heel mooi als een voorgerechtje maken, wat we nu ook een beetje gaan doen. Je kunt hem ook natuurlijk in een glas of wat grotere hoeveelheid maken en dan zou je hem gewoon in een bord kunnen presteren. Wij gaan hem zo in de schil doen.
Ik meng alle garnituren. Je ziet dat die mooi, het is een mooie groene salade geworden. De frisheid van de limoen en de pittigheid van de gember en Spaanse pepertje geeft een hele mooie smaak. Maar ook de krokantheid van de broccoli. Kook hem niet te ver, echt maar gewoon heel eventjes erin eruit. Hij mag eigenlijk ook rauw blijven. Maar rauw geeft een rauwe smaak. En even 30 seconden tot maximaal een minuut in het kokende water haal je de rauwe smaak weg. Klein beetje peper erin. Klein beetje zout. Ik heb wel geoefend, maar alles valt in mijn mouw. Dus ik doe het gewoon even op deze manier, ouderwets. Bon. Dan gaan we de avocados vullen. En hij mag mooi met een lepel een goede top krijgen. En dan kun je hem op twee manieren kun je hem presenteren. Je zou hem dus gewoon, of op meerdere manieren, je zou hem in een klein kommetje kunnen zetten. Maar je kunt hem ook de bodem geven. Dat heb ik gedaan. Ik heb een stukje rettig gesneden. Een rondje eruit gehaald. Het zou ook een plakje appel kunnen zijn. Maar rettig is natuurlijk ook heel lekker, ook bij die avocado. En op deze manier kun je hem mooi neerzetten. Maar nogmaals, een klein glaasje zou natuurlijk ook kunnen. Ik vergeet eigenlijk om een mooi glas witte wijn erbij te nemen. Ik heb wel wat chefs die altijd een glaasje wijn nemen bij een kookprogramma. Maar misschien voor de volgende keer. Kijk, zo. Ondertussen zal mijn kippetje ook bijna klaar zijn. Maar dit is natuurlijk een hele feestelijke maaltijd. En als je kinderen hebt, die vinden het ook heel leuk eruit zien. En zien is eten. Excuses. Zien is eten en als het er leuk uitziet, gaan ze makkelijker proeven. Dan zou ik het Spaanse pepertje even weglaten. Een klein beetje pikken hier. Zo. Oké, dan hebben we de... Chef, ja. Kun je ook uitleggen waar je de avocados op hebt gelegd? Ja. Ondertussen haal ik even de kipfilet eraf. Die is goed. De avocados, ik heb een stukje rettig. Dat is een radijsachtige, zeg maar. Pittig van smaak. Daar heb ik een plakje van gesneden en uitgestoken. En daarop kun je dus heel mooi, op deze manier, als sokkeltje gebruiken, kun je hem neerzetten. Maar het is ook nog heel lekker om het erbij te eten. Want het is heel knisperend en krokant en pittig. Maar goed, het kan ook een appeltje zijn. En je kunt natuurlijk ook gewoon, als je een klein glaasje hebt, dan zet je hem eigenlijk op deze manier op een glas. Ziet er ook heel erg leuk uit. Dan hebben we de kip. Nou, die hebben we mooi gegrild. Mooi sappig. Een glaasje water of zo. Het rust. Zo, kip erop. Broccoli. Brood. Dan hebben we de radijsjes. Dankjewel. Sorry.
Bon, de radijtjes die houden lekker grof, dat ze lekker stevig zijn. Deze heeft er geen zin in. En dan heb ik het crèche. Zo zie je dat je eigenlijk in een paar minuten een heel leuk feestelijk gerechtje kunt maken. Met eigenlijk maar een paar ingrediënten. Dus op deze manier hebben we de avocado, de gegrilde kip. Ik zou zeggen, bon appétit, eet smakelijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wel. En nogmaals, als jullie het echt leuk vinden, ben ik er volgende week weer. Verzin ik weer wat anders. Tot ziens.